is woensdag. Tess heeft les, Sjoe heeft les. En we gaan gezellig met z'n allen even eten straks. Dus dat is wel heel erg leuk. Nu even zoeken naar iedereen. Ik denk dat Veronica te weigeren met Blondie. Die heeft de afgelopen dagen best wel veel gedaan. Dus dan is dat ook wel weer even lekker. Maar Sjoe heeft les. Al 5 minuten. Ik heb de juf gevonden. En de juf die heeft een andere pony vandaag. Ja. Dan leert Chill denk ik weer iets anders. Ja, zeker. Zeker ook weer het gevoel van een andere pony. Dat je niet te veel vastroest op eentje. Maar ook weer om bij een andere pony misschien andere dingen beter te kunnen voelen. Die op je eigen pony misschien heel normaal zijn. Ja, goed. Blondie voor les en dat soort. Hi! Hi! Nou, jij hebt les met de boeries. De boeries. En Blondie en Verona zijn vrij vandaag, dus die gaan we lekker op het land zetten. Bella staat ook op het land geschreven, maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. Want die gaat... Oh ja, die is natuurlijk gewoon... Die gaat niet les. Nee, dus die kan ook op het land. Dus we gaan alles wat nu nog over is, gaan we gewoon op het land zetten. Op het land! Yes! Zoals jullie hoorden gaan wij zo foto's maken met Blondie op de wei met Tess met petjes. Want de petjes zijn te koop bij de Horse Store. Superleuk, maar Tess had hele schattige foto's gemaakt. Met Blondie die ligt, maar dat zijn geen verkoopfoto's. Ja, wens. Kijk, ik kan wel met 1 paard filmen, maar met 2 paarden. Nou, geef maar. Eens kijken wat er gebeurt. Even alles... Ja, ik wacht buiten. Kom maar, paard. Blondie weet dat ze voorop moet. Ja, paarden goed afgericht. Ga ja, maar. Goed zo. Nou, dat ging toch eindelijk best heel aardig. Even wachten. Oh. Dus nu moet ik... Oh. Peter, zou ik aan filmen? Nee, dat hoeft niet. Oh ja, dat is misschien wel makkelijker. Zo, hier, neem jij de camera maar. Hoi! Mama is met de 2 paarden. Mama is met de... Nou, mama die is met de 2 grote. Ik ben met het kleintje. Kijk, daar is mijn moeders. Die is gewoon de allerkleinste. Het makkelijkste. Klein maar fijn. Klein maar fijn, dat is zeker waar. Nou, ik geniet er nog even van dat Bel Nederland is. Ja, is vet. Want ze gaat maandag alweer weg. En Sjoe ook. Dat wil ik niet. Dus ik ga nog even genieten van dat ze er zijn. Maar ja, aan al het leuks komt een eind. Oh. Corbel. Doe ik Bel los. Doe ik deze dicht. Dan open. 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 Deze soort dicht half. Dat is best een grote pony dit. Even goed. Jezelf mooi lang maken en zoek maar mooi contact met haar mondje. Zo. Heel goed. Mag ze een heel klein beetje meer naar voren draven. Kom maar ietsje meer naar voren. Goed zo. Ja, keurig. Hele kleine, snelle hulpen. Heel goed. En in de hoek mag je zelfs nog iets meer naar buiten de hoek indrukken. Zo. Ja, goed zo. En dan weer wat naar voren toe. Kom maar. Heel goed. Benen meteen weer mooi lang. Ontspan jezelf. Zo, ja. En ga lekker zo een beetje door de bak heen, Sjoe. Dus je hoeft niet alleen maar op het foltertje om mij heen. Maar je gaat lekker door de hele bak heen rijden. Zo, ja. En als je denkt onderweg, nou ik heb zin om de hand te veranderen, moet je dat ook zeker doen, hè? Tenzij we heel erg met één ding precies bezig zijn, dan moet je misschien even wachten, maar goed zo. Zo, en weer een pasje naar voren, kom maar. 1, 2, 1, 2, kom maar. Goed zo, ja, nog een beetje meer. Ja, zo, ja. Dus je gaat je linkerbeen een heel klein beetje naar achter leggen en je gaat haar buik nog een beetje wat meer naar de hoofdzak toe. Dan mag je dadelijk na de C nog een keer afwenden. Dan mag je zeg maar naar de S van Horse Store toe rijden, oké? Ja, en dan ga je nog een keer het wijken doen.
En dan ga je proberen iets meer alleen haar kontje opzij te doen. Kijk of dat lukt. De linkerbeen is naar achter. Ja, en hou haar mooi recht. Haar neusje moet er echt uit blijven. Goed zo. Mag je nog een keertje doen? Na de A afwenden. Doe het liefst alleen haar kontje naar je slag. Dus allebei je handen mogen een beetje naar links. En dan echt haar kontje opzij doen. Goed zo. Probeer ze dadelijk nog maar een keer na de C. Je linkerbeen goed voor, je rechterbeen naar achter. En komt u maar. Goed zo, en lekker zitten. Wat zei je? Ik heb een stijf voor. Ja, ontspan jezelf. Ik vind het ietsje harder, want ik verstijf. Goed, ja, hakken mooi na. Knie lekker ontspannen. Mag je, kan je been nog langer? Ja, kun je nog meer die hak naar beneden duwen? Goed zo, ja, probeer maar. Een grote volte daarna bij de A-ziel. Ontspan jezelf, maak jezelf mooi lang. Goed zo. En probeer nog meer die hak naar beneden toe te duwen. Hartstikke goed. Rechter teugel, rechterbeen. Keurig. Oké. We gaan van hand veranderen bij de F. En op de X rij je naar de draf. Meteen bij de H mooi door die hoek heen, hè? Goed, duim je bovenop. Goed zo. Ja, hartstikke goed. Naar de grond. Ja, goed zo. Maar ze mag niet stiekem in slaap vallen, hè? Heel erg goed. Ontspan jezelf mooi. Heel erg goed. Zo, en als je dan straks bij de A bent, dan rij je terug naar de stap zonder de teugels te gebruiken. Dus net voor de A ga je steeds langzamer dichtrijden. Dan gebruik je je stem en als ze bijna in de stap is, ga je doorzitten. En dan mag ze in de stap. Als je bij de A bent. Bij de A mag je met zo'n eigenlijk helemaal zonder teugel op naar de stap. Hou wel je ellebogen mooi aan je zij, Jules. Ja. Niet te veel je armen naar buiten. Dat hij ook gewoon leert dat eigenlijk elke dag vanaf het begin dat hij gewoon een beetje daaronder je moet marcheren. Ja. Zo. Want hij kan ook energiek maar langzamer gaan, maar wel altijd het gevoel dat je naar voren kunt. Hou ook zijn oren in de gaten. Waar zit hij naar te kijken? Heeft hij zijn oren opzij omdat hij het werk is? Of heeft hij zijn oren naar voren om gewoon alles lekker in de gaten te houden? Dat is niet echt makkelijk vandaag. Nee, maar het reden is niet makkelijk. Dus het gaat er vooral om dat, zeker voor hem, dat jij heel geconcentreerd moet zijn. Want als jij een beetje denkt, nou ja, we zien wel waar het strand vandaag. Denkt hij ook, nou, we zien wel waar het strand vandaag. Maar... Nou, ik vind het heel lastig om mijn aandacht de hele tijd bij één ding te houden. Ja, dus voor jou ook heel goed dit. Want Blondie is daarin natuurlijk iets, een soort gevoeliger. Dus die zal daarin ook makkelijker zichzelf daar iets in overgeven. En hij denkt, ja, als jij niet genoeg geconcentreerd bent, dan ga ik het ook niet doen. Ja. Dus wel goed voor jou. Ik vind het heel lastig. Ja, weet ik niet. Hi! Oh, dan laat de auto weer in de war. Ping, ping. Vandaag vliegen de mieren. Dus overal zie je nu van die vliegende miertjes en andere vliegjes, dingetjes. Alles vliegt. Dat is niet zo fijn. In de buitenbak is het zelfs hinderlijk voor ze. Dus ik heb even de Bukas, vliegenmasker opgedaan. Zodat ze in ieder geval niet in de oren gaan. Want vrouw vindt het altijd heel vervelend als de beesten de oren invliegen. Dus dan kan ik wat rustiger rijden. Binnen is les. Dat snap ik ook wel. Dus ja, daar ga ik dan ook niet tussen rijden. Ze zijn wel 5:45 klaar, geloof ik. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval gewoon even met vliegenmasker naar buiten. En ik hou mijn mond en mijn neus gewoon dicht. Jullie hebben het ook kunnen zien. Ze zitten echt overal nu. Daar. Vliegende meertjes. Daar heb ik gewoon door aangevallen. Het zijn gewoon met mega veel. Maar ze zijn heel klein. Dus ik weet niet of jullie het op video kunnen zien. Ik zie ze in ieder geval overal rondvliegen. Zo. Nou, ik zit er inmiddels op. Wel een bak voor mezelf doen. Niemand heeft natuurlijk zin in die vliegende miertjes. Maar ja, het is alle binnen, is ook niet alles. En het is heel warm. Morgen wordt het 31 graden, dus morgen zijn ze vrij.
Want daarna wordt het weer 24 graden. Dus ga ik het dat niet aan. Oh, steek ook nog die beesten. Gadver. Zo, ja. Je laat het niet los en je houdt ze niet in de hand. Oh, is het. Zo, ja. Goed. Dus let op, om, als je daar de deur spannend vindt, dat je daar ook naartoe toe gaat en ik blijf op tempo gaan. Zo, ja. Nergens mag zij bepalen hoe hard ze gaat. Bij Baldus moet je opletten dat hij niet bepaalt hoe langzaam ze gaat. En bij haar bepaal je dat zij niet te hard gaat. Maar dat is het heel goed. En dit is spannend. En dit is spannend. Zie ik in je houden. Dan gaan ze terugzetten. Maar bij haar niet. Lekker zitten. Als ze te hard gaat, ga je lekker zitten. Oh, blijf bij je zadel, hè. Goed zo. En dan mag je zuur de slag dat je hier een beetje schrok, hè. Maar zorg dat je dan na de sprong goed op naam lekker bent. Ja, goed zo. Ja, en je blijft gewoon onverstoord rustig met uit. Als je denkt dat het kan, ga je rustig in alles. Meisjes hebben gesprongen, dus dat was leuk. Ging heel goed ook, dus dat is helemaal leuk. Voor Sjoel fijn om een keer even een ander paard te voelen. En voor Tess, ja, met Blondie, er komt steeds meer controle en gaat steeds makkelijker. En ja, alles gaat gewoon op zijn gemakje en op zijn tijd. Zijn ze eraan toe, dan verandert er iets. Maar zijn ze er nog niet aan toe, dan oefenen ze het gewoon nog 1000 keer. Dus dat is super fijn. Kom maar mee, Sibra, voor Modo. Molen is leeg. Dus dat ging goed. Vrouwtje is uitgestapt inmiddels. Morgenochtend zet ik ze heel vroeg op de wei. Om 6 uur of zo. Want het wordt heel warm. 31 graden. En vrouw kan er niet tegen. Ik vind het zelf ook veel te warm. Dus ze gaan vroeg op de wei. Dan zijn ze overdag binnen. Want hier in de boerderij is het echt heerlijk koel. Ook met 31 graden. En dan 's avonds halen ze er natuurlijk weer uit. Dus een beetje andere tijdstippen dat ze eruit gaan. En ze staan overdag dan wel een tijdje gewoon echt binnen. Maar ja, het alternatief is dat ze staan te droog koken. En dat is voor mij niet zo. En vooral Veronica, die houdt er echt helemaal niet van. Dus zo ziet morgen eruit. Nou, nu gaan we alles opruimen, schoonmaken. En naar huis. En wij zitten in de auto. Yes. Ik heb springles gehad op Blondie. Ik ben in tijden niet te langzaam geweest. Ja, dat ging heel erg goed. Heel ja. Gecontroleerd. Ja, daar heb ik ook heel lang over moeten doen. Zeker. Ik heb er nu een jaar en het is nu voor elkaar. Ja. Het rijdt, is het waar? Ja. De laatste twee keren zei mijn moeder echt van, zo, het gaat echt goed. Ja. Met buitenrit de laatste keer. Ja. Met dressuur zeg je het al een tijdje. Dus... Ja. Oh, ik ben je vergeten in te schrijven voor de wedstrijden. Nou, voor morgen wel. Ja. Nou, morgen niet. Zaterdag of zo. Ja. Morgen wordt het 31 graden. Het is heel vroeg op de wei. En dan halen we ze binnen voordat het warm wordt. Ja. Want anders dan, ja, is het ook zielig met 31 graden. Ja, dan moet ik nog even lekker afspuiten die dag. En dan blijven ze overdag binnen, omdat dat in de boerderij is het echt heel cool. Mm-hmm. Dus dan, ja, dan hoeven ze niet in de hitte te staan. En dan 's avonds halen ze weer uit. Ja, tot morgen.